Yo, what up, Wilbro's? Ik heb een kink. En dat is ontsnappen aan dingen. Ik ben verslaafd aan ontsnappen aan dingen. En er is een simulator. Escape Simulator. Was het, toch? Dat was Escape Simulator. Ik zit samen met mijn beste vriendje Ronald in een escape room. En wij moeten ontsnappen. Heb jij ook een kink? Doe dan... Wacht, shit. Dat is niet... Hou jij ook van ontsnappen? Doe dan een duimpje omhoog. Laten we ontsnappen met Ronald. Yeah! Alles is leuker als het met Ronald is, omdat het mijn beste vriendje is in de hele wereld. Ja, jij bent mijn beste vriendje, we hebben dagelijks seks. Wat? Oh, wil je een kopje thee met me drinken? We gaan ontsnappen, we zijn in een garage. Ik weet niet wat het is, maar we hebben een half uur de tijd. We moeten ontsnappen. Oh, we hebben tijd? Oh my god, we hebben tijd! Wij kregen ook ons eigen escape room, dus daarom. De 808 escape room. Hier staat een plantje. Een plantje. Kunnen we daar iets mee misschien? Oh. Ja, je kunt niet te vaak klikken, want het zijn namelijk tips. Oh, dit zijn... meteen al de tips? Oh, dit zijn tips. Ik speel het voor het eerst, gast. Kijk. Ja. Oh, wow, ik wist dat mijn vader stiekem rare dingen deed in de garage. Ja, hij is een moordenaar. Oh, dat is... Oké, ja. Dus we moeten nu een code proberen te fixen, maar waar we die gaan vinden, ik weet niet zo goed. Joost mag het weten. I love October, mo. Oh, oktober. 5-14-1. Oh, jeez, kom, we moeten samenwerken, man. 14-1. Yay! Cats in Time! Wat is dat? Kan ik dat spelen? Oh, dat is een game. Oh, dit is ook echt een advertentie voor een game. Moet ik Cats in Time spelen? I've managed to genetically alter some small plants to hold important data in their roots. Now I only need a device to read the data. The 10 reasons why I adore my sweet Mr. Wiggles. 1. Softest fur ever. 2. Best lap warmer. Dit gaat over mijn piemeltje. Oh, dat lamplogootje dat op het slot staat, dat zit hier. En dan moeten we iets bij een tafellampje vinden, wil je zeggen, dus Wilbo. Staat dat die ook op infrablue kan. Wilbo, doe even beter je best. 6, 2, 5, 5. Wat? Wat lul jij? 6, 2, 5, 5. Oh, ik ben gewoon aan het puzzelen, weet je. Dat is een escape. Oh, je bent nu aan het puzzelen? Okay. Ja, en ik heb het slot eraf. Kijk hoe goed ik ben. Oh mijn god. Ja. Ik ben big brain, oké? Zie je dat? Zo slim ben ik. Oké. Okay. Ronald, blijf op mijn piemel! Wat moeten we met de server eigenlijk? Want ik weet niet... Gewoon slopen, joh. Oh? De code voor de ding zit in de plant. Oké, als jij die opnoemt, dan open ik het. Nee, maar we hebben dat apparaat nog nodig om de plant te kunnen lezen. Kunnen we dit gebruiken voor een plant? Dit is eng. Ik weet niet wat het is. Shared zoom. Een circular device. Oh. Wat is dat? Wat doe je? I don't know. Wat is dit? Wat betekent dit? Oh. I don't know. Oh, dit betekent iets, denk ik. Ik weet niet wat het betekent, maar het betekent iets. Ben ik goed in escape rooms? Oh. Oh my god. Het is nog ingewikkelder ook. Nou, weet je wat? Ja. Zo lijkt het wat minder. Oké, ja. Wat minder overwhelming, zeg maar. Ja, misschien is het een beetje te veel van het goede. Ja, het begon met een simpele puzzel van... Oh, kijk. Oh, weet je wat je moet doen? Oh, je sleutel code vinden. Ronald. Oh, ja? Zie je dit? Oh, ja, ik zie het. Aan de onderkant. Ja, ik zie het. Een plantlogo. Oeh. Oké. Maar wat heeft deze? Heeft deze dat ook? Hey! Nee, deze heeft ook een plantlogo. Maar wat moet ik daarmee dan? Ik heb twee planten met een plantlogo. Waar komen deze katjes vandaan? Ja, die heb ik hier allemaal geplaatst. Die waren allemaal verstopt over het hele... Wacht even. Wat de fuck is dit dan? Hier ligt een boek. Wat is dat boek? Time Diary. Do not open. Zet do not open. Waarom open je hem? Mr. Wiggles Playtime. Oh, Poppy Playtime bleef? Nee, Mr. Wiggles Playtime. Dat is zijn favoriete... Moment van de dag. 1:15 'smiddags is zijn favoriete tijd. Wil, want jij bent die zo te slim voor. 1:15. There you go! Ik ben zo slim! Kijk, hier zijn ook allemaal dingen waar je aan moet draaien. Mijn brein is hier te klein voor, man. Hey Wilbert, er is hier een papiertje. Hallo team, het is mij gelukt om de tijdmachine te repareren. Ik wacht op jullie in New York in 1921. Oké. Vergeet niet om de batterijen te verplaatsen. Mm-hmm. De groene is al opgeladen, maar de rode is leeg. PS. Goed verhaal. Dus we maken een tijdmachine. We
maken zeker een Oh bro, als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen. Ja. Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. Maar die heb ik niet. Dat is wel cringe. Dit is blijkbaar een thermometer voor het water. Ja, ja klopt, ja ja. Maar hoe weet je wat voor graden het moet zijn? I don't know, ik doe maar wat. Ronald's leven in een nutshell. Wacht eens even, dit is een klok. Klok begint met een K. Oh. Ja. Oh, het is een sad smiley. Misschien moeten we dit invullen. Oh, voor mij wel. Oh, fuck. Die kun je al zo houden, ja, ja. Die. Wat hebben we? Yeah! Hij is hier. Yeah, dat was mijn brein. Die was goed. Ziet er geweldig uit. Dankjewel, man. Ja, graag gedaan, graag gedaan. Grapje! Ha! Je bent verschrikkelijk! Leuk, zo gevoelens die gekwetst worden en zo. Hier zie ik bijvoorbeeld een vierkantje met twee boven en twee stipjes schuin. En als we die vinden, die daarop lijkt, dan kun je dat nadoen. Oh, ik snap het. Oh, ik snap het. Ik snap het. Ik snap het. Ik snap het! Doe het dan. Mijn brein heeft diarree. Mijn brein heeft wel diarree. Nu weet ik eindelijk hoe dat voelt. Maar hij is nu toch in sync? We hebben alles goed. Tenminste... Ik vind alles goed. Waar zit hij? Oh, daar. En de 1 moet uit. There you go! Hey, yo! Oh, we zijn zo slim. We zijn zo slim. Kijk! Oh my god. Kijk! Ah! Ah! Kijk, er is zo'n bang van! Oh mijn god. En nu heeft deze geen power. Oké, ja, ja. Ik heb een batterij ingedrukt. Oké, je hebt er 1 batterij ingedrukt. Ja. Nog een paar te gaan. Wacht. Waar is het stomme ding? Bilbo! Kijk, die hoort hier. Kijk. Oh, ja, wacht. Deze dingen kun je draaien. Oeh, ja, ik zie het inderdaad. Kijk zo. Oeh. En dan... Oh. Oké, mag ik dit ook doen? Doe jij die andere maar dan. Hey, yo! Wat zijn we goed! Oh, we zijn zo fucking goed. Oké, wacht even. Dan heb ik hier een plant en die kunnen we dan erin doen als het goed is. Ja. Oh ja. En oh, nu? Ja. En nu kunnen we een code zien als het goed is. 3026! Hoppa! 3026, baby! Wow! Wat zijn wij goed in videogames. Zo, verf. Ligt er alleen verf. Hier, wacht, daar gaan we weer, Wilm. Check dit. Oh, ja, ja. Heel nice. Nog maar 1. Misschien in de magic of numbers. Kijk eens even met me mee in het boekie. Ik kijk even met je mee in het boekie. Wat denk jij, Wilbo? Ik weet het niet, Ronald. Ik heb kramp in mijn brein. We hebben ook hier nog shit, hè? Ja, ja, ja. Maar ik heb het idee dat de cupboard te maken heeft met de thermometer. Als we iets op de thermometer goed doen of zo. Dan... Oh my god, ik weet het. Dit is al heel confident. Oh my god, hoe wist je dat? In de puzzel zag ik nummers die misten. En die heb ik daar neergezet. Oké. En nu? Nu moeten we deze matchen waarschijnlijk. Ja, maar hoe kun je dit nou weer matchen dan? Met de groottes van hoe geel het is. Daar heb je gewoon het goed punt, Ronald. Hoe kunnen we dit matchen? Wat is dit? Oh, wacht. Ja? Oké, dit is gewoon makkelijk. Zou je denken dat het zo simpel is? Groot moet er dan iets naar boven, die. Kijk! Big break! Big break! Hoppa! En is hier de laatste? Oh, wat is dit? Oh nee, oh nee. Dit is een safe door en hier hebben we weer codes voor nodig. DJ! MC Ronald! Waar? Ga even in het boekje kijken. Ik kan dingen die we gedaan hebben in een doos. Oh, ik mis hier nummers! Jee, je hebt het gedaan! Woo! Yeah! Woo! Yeah! 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 Zit de batterij in? Yeah! Doe het paas de laatste erin, Wilbo. Oh, ik paas hem erin ook, hè. Ik paas hem erin. Hops! En naar welke tijd moesten we? 1912. 19... Denk ik. Even kijken, snel trouwens. 12 gaan we heen. Laten we gewoon naar 1912 gaan, YOLO. Voor mij was dat niet 1912 of 1921. Ik ben het papiertje kwijt. Wacht even, Wilbo. Oké. 1921. 1921 was het. 1921. Let's go. Let's go, baby. Oh, tijd reizen! Woo! Hallo? Oh. Oh, ik dacht dat was het, maar... Fuck. Oh, ik dacht dat we klaar waren. Nee, toch niet. Waarom wijs je naar dingen?
Waar ben je aan het wijzen? Oh, er zijn meerdere dingen veranderd na oudere tijd. Oh, shit. Wacht. Misschien kunnen we dit omhoog doen. Oh, nee. Ronald, waarom maak je het altijd erger? Ja, sorry. De biochanger? Wat is dit nou weer? Oh, wacht. Ik kan de sleutel als goed zo zien. Die sleutel kunnen we gewoon daar gebruiken. Vlieger! En hier is de vlieger. Die ik dan... naar buiten kan gooien. En dan komt er een bliksem op. En dan komt er stroom in. Dit is een batterij. Dit is wat je een batterij noemt, Ronald. Dit is... Moeten we hier dan niet een batterij plaatsen? Oh ja. Het is zo slim! Fuck, we zijn zo slim, dude. We zijn zo slim! Maar dit is een biocharger. Dit is ook een batterij. Oh, wacht. Oh, wacht. Oh. Kijk. There you go. En nu? Dat weet ik veel. We hebben een Macius Pyrifolia nodig. En een Petila Sabinus. En een Vincae Curio. Dus als je eerst en nu in het Nederlands, please? Dat zijn de plantnamen. Maar ze worden beschreven, dus geen zorgen. Er staat... The Macius Pyrifolia has incredibly complex roots. If one was to stretch them evenly, they would run for 3 miles straight. However... It's not in the roots what we found the biggest EM potential. It's in its stem. Oh, ja, tuurlijk. Dan kan je hier die andere... Oh. There you go. Ik weet niet wat we hier gaan doen, maar... Ik weet het ook niet. Oh! Waar is een batterij? De derde batterij moet hier ergens zijn. Oh, hier. Hoe lag je daar helemaal? Geen idee. Hey! Dat is er weer eentje klaar. Let op, dit is echt sick. Circular. Maar niet allemaal waren ze circular. Maar daar was de root. Dus dan ga ik extract root. Ja. En dan ga ik nu naar de laatste. En dan staat... Oh! Oh. Oh, je hebt het opgelost. Yeah! Ik ben zo slim. Ik ben planten-expert, noemen ze me ook wel. Plantbouw. Yeah, plantbouw is een ding. Oké, ja. There you go. Oh! Zo, tijdreizen! Wow! Woo! Episode finished! We did it! En dit was easy! Ronald, de testresultaten zijn binnen! Ons IQ is 400! Yoshi! Dankjewel daarvoor, man. Maar zo zie je maar weer. Escape rooms heb je een hoog IQ voor nodig. En een beste vriendje. Tag jouw beste vriendje. Willen jullie meer van deze game? Laat het me weten in de reacties beneden. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Ik heb nog iets toe te voegen. Oké.